Hallo, ik ben Charlotte Severijns en ik ben illustrator. En welkom in mijn atelier. Het bos is voor mij een heel grote bron van inspiratie. Het is een plek om tot rust te komen en alles rondom even te vergeten. Een plek om je hoofd leeg te maken. In een bos kan ik mezelf verliezen in de details, de planten, de insecten, paddenstoelen, dieren, de kleuren, uiteraard de bomen. Veel bomen dragen verhalen met zich mee. Sommige zijn al honderden jaren oud. Ik vraag me altijd af wat ze zouden gezien hebben, wat ze hebben meegemaakt. Ik vind een boom een van de allerleukste dingen om te tekenen. De herhaling van beweging, het organische, de kronkelingen van de takken, de grootheid van die bomen, dat is een sfeer dat ze kunnen weergeven. Ze kunnen een heel gezellige sfeer hebben, maar ze kunnen ook evengoed een heel dreigende sfeer uitstralen. Het bos heeft een heel belangrijke rol gespeeld bij mijn eerste boek, De Bomen van Niel. Het is een verhaal dat gaat over het verliezen van een dierbare en hoe dat we troost kunnen vinden in de natuur, in het bos en in de bomen.